Als je wel eens in de binnenstad van Paramaribo komt, moet het je opgevallen zijn. Er wordt hard gewerkt aan het herstel van onze historische binnenstad. De oude houten panden zijn zo bijzonder omdat hun Europese architectuur kunstig vermengd is met inheemse materialen en vakmanschap. En daarmee onderscheidt Paramaribo zich van alle andere wereldsteden. Om die reden heeft UNESCO het in 2002 de status van werelderfgoed gegeven. Het Paramaribo Urban Rehabilitation Program is een samenwerking van de Inter-American Development Bank en de Surinaamse overheid. Door 7 karakteristieke gebouwen te renoveren, zorgen wij ervoor dat het cultureel erfgoed niet verloren gaat. Bij de reconstructie van het afgebrande parlementsgebouw zijn de oude bakstenen uit 1700 stuk voor stuk losgebikt en verwerkt in het nieuwe fundament. De veelzeggende Latijnse tekst op de gevel van het nepveuhuis is als een phoenix uit de as herrezen. Het betekent voorzorg en waakzaamheid. Het pand aan de Mirandastraat 10 heeft de afgelopen eeuwen vele branden doorstaan. Na de grote stadsbrand van 1821 stond hij als enige in het blok overeind. En ook de brand van 2015 heeft hij overleefd. Bij de restauratie van de waterkant 30 en 32 werden archeologische ontdekkingen gedaan die waarschijnlijk van voor 1800 zijn. Zoals deze bakstenen keuken en een gewelfde waterkelder. Maar we zijn nog niet klaar, want de grote Comweeweg 3 en het oude Juspolgebouw zullen in ere hersteld worden. Ook de waterkant en de palmentuin worden aangepakt. Het plan is dat er leuke plekjes komen om te zwieren met veilige stoepen en straten die ook voor de minder valide geschikt zijn. Het moet weer de plek worden waar je een fatu kunt nemen en een pootje kunt baden. Om ons cultureel erfgoed te beschermen tegen klimaatverandering, bouwt de Inter-American Development Bank met een subsidie van de Europese Unie een damwand. Hierdoor krijgt de mangrove weer de kans om de oever te beschermen. De damwand wordt voorzien van een fraai en veilig wandelpad en de toegang tot het openbaar vervoer langs de waterkant wordt verbeterd. Dit is nu de gevel van het belastingkantoor, maar het kan het doek van een kunstwerk worden. Wat vind je dat erop moet komen? Het is belangrijk dat de panden een publieksfunctie krijgen, zodat ze deels toegankelijk worden voor iedereen en om inkomsten te genereren voor onderhoud. Zo kan de binnenstad 's avonds ook weer een bedrijvige en bruisende plek zijn met een werelds karakter, net als vroeger.